Bennett. En die mag Erik Klarijs weer beginnen. Inderdaad, die dubbelboel die Van Barneveld gooide was een hele belangrijke. En het is een partij, Jacques, die ondanks dat we nu 4 sets gespeeld hebben en 2 partijen of 2 sets gingen over 5 legs en die andere over 4. Tempo is enorm, het wordt snel gespeeld. We zijn snel klaar. Gemiddelde van 9 minuten per set. Normaal gesproken wordt er gemiddelde van 12, 13 minuten ongeveer berekend. En dan gaan we er eigenlijk vanuit dat de sets in 4 legs gemiddeld beslist zijn. Het gaat in een razend tempo, beide heren. Het is allebei hun speelstijl, dus je kan wel gaan vertragen als Clarijs zijnde bijvoorbeeld. Maar als het zelf niet in je spel ligt, ga je er zelf ook niet beter van gooien. Maar ze gooien snel, dat weten we. Maar ze hebben ook weinig darts nodig om een leg uit te gooien. Ja, ik heb zitten turven een klein beetje. Er is maar 1 keer iemand geweest die 3 darts op een dubbel heeft gemist. En dat is Van Barneveld geweest in de eerste leg van de 2e set. Verder ging het altijd binnen de 3 vijven. Statistieken, ja, die vertellen het verhaal dus ook. Barneveld, boven de 100, betekent dat hij iedere leg, en we zijn nu toch al 18 legs onderweg, onder de 15 darts gooit, gemiddeld. Clarijs, dik 90, dat mag er ook zijn, dat is beter als in zijn eerste 2 rondes. De 6e voor Rimmel van Barneveld, die deze wedstrijd begon met een totaal van 7 keer een 180. Hij is dus onderweg om dat aantal te verdubbelen. Ja, weer is hij goed uit de startblokken en Clarijs weer niet. Dit is een leg die Clarijs natuurlijk begonnen is. Mocht hij deze verliezen, Clarijs, dan wordt het toch moeilijk voor hem, denk ik. 76 voor Van Barneveld, triple 20 en dubbel 8. Nog een 20 voor dubbel 18. Yes, that's game shot at the first leg. En hij breekt hem meteen. Second leg, it's Raymond. En Van Barneveld mag dan zelf gaan aanvangen ook. Zijn eigen legs houden. En dan heeft hij de wedstrijd gewonnen. En dan heeft Koos Lompé ook gelijk, want hij zei 5-1 wordt het. Ja, deze keer zei hij er ook bij voor wie het was. Gisteren bij die 5 legs van David had ik niet het idee dat hij gedacht had dat Davies die zou gaan winnen. 140! Een goed begin van de Bella. Ja. 125! De mannen kijken ook mee. Het zal ze bevallen wat ze zien tot nu toe. Mooie wedstrijd en ook nog de Nederlander die voor staat. 36! Mocht Clarijs misschien na de eerste paar pijlen van deze legs dromen het Van Barneveld echt lastig te kunnen maken. Die droom moet hij laten varen. 65. 269, Clarijs kijkt er even naar waar hij op staat. En natuurlijk wel 1 dat hij liever niet gehad. Een enkele 20 en een 19 dat 107 erover gelaten. Helemaal nu weer 6 darts voor 126. 19 gegooid, triple 19 en bullseye. Maar hebben we hem niet nodig, kijkt even inderdaad. Een 18 had natuurlijk ook gewoon dubbel 16 staan. En dat doet hij goed. En waarom het risico nemen? Aan de andere kant, voor het publiek is het altijd wel leuk om die mooie finishes te zien. 71, Raymond required 32. Maar ik snap het wel dat je misschien best voor het publiek wil spelen, maar daar zoek je dan maar een ander toernooi voor uit. Dit is Demissie en die wil Van Barneveld winnen. Game on. Dan komen ze maar een keer naar een demonstratiepartijtje van hem kijken. De nieuwe zakelijkheid van Remo van Barneveld op weg naar wat zijn derde Demissie-titel moet worden. En gelijk heeft hij. 60. Ja, het gaat. En goed, de blik in zijn ogen is goed. En vooral aan die 124 finish. Aan het einde van die vorige set kan je zien. Dat soort finishes gaan er alleen maar in als je de vorm hebt op zo'n toernooi te winnen. En die vorm heeft hij dus op het moment. 180. Zoals
zevende van deze wedstrijd. Voegde bij de zeven die hij gooide. In de eerste twee ronden staat hij op 14. 140! 3 keer 140 op rij voor Parijs. Heeft dus nog niet de pijp aan Maarten gegeven. 130! 81 over, triple 15 en dubbel 18. We hebben al een paar keer gezien dat hij het kan. 16 nu. En bullseye. Te ver vandaan. 48! Maar van Barneveld hebben we ook geen makkelijke finish over. Triple 20. Triple 13 en dubbel 16. Kan natuurlijk wel. Oeh. Raad in het ijs, hè. Zat er dus heel dichtbij. 33. Dubbel 16 voor Parijs. En dat mag Van Barneveld er gaan gooien. Om er meteen al 4-1 van te maken in sets. Yes, that's great shot. And a good set. Dus de eerste set die gaat in 3-0. En dat zou best eens iets te maken kunnen hebben met die 124 uitgooi van voor de pauze. Ja, dat is een gevoelige tik die Clarijs heeft gehad. En goed, dan mag je wel het podium af en mag even naar achter. Maar ik kan me niet voorstellen dat iemand daarachter iets te vertellen heeft aan je wat opbeurend is. En kijk eens naar de checkouts van Barneveld. 61,9%. 100! Dat is heel erg hoog. En Clarijs, 42,10. Dat is ook gewoon heel goed. Maar ja, Van Barneveld, hij mist gewoon geen dubbel eigenlijk. Hij miste zojuist natuurlijk 1 dart op dubbel 16 voor die 131 finish. Daarvoor heeft hij 4 legs gewoon met de eerste dart die hij kreeg uitgegooid. 140! Boel met de laatste, om 96 over te houden minimaal. 90. Hetzelfde dubbele boel, dus 71 over. 121 voor Clarijs. Triple 17 en bullseye. Bullseye, Erik Clarijs. Volgens mij op het ijzer en stuitte er toen de enkele boel. Zoals een hoogste finish zijn geweest van dit toernooi. Dubbel 16 voor Van Barneveld. Yes, that's game shot. En zo komt Van Barneveld 1-0 voor. Second leg, Erik to throw first. 100. En als hij zo de scores gooit en dan ook nog eens zo de dubbels erbij gooit van Barneveld, dan zou ik niet weten wie hem kan stoppen. Niet in deze vorm. 97. Clarijs. Reclame voor het Belgisch dart heeft hij hier gemaakt, dat zeker. Hij heeft gewoon de verkeerde tegenstander vandaag, Clarijs. Ja, is dat al... 95. Tegen Bob Taylor gisteren in die vorm had hij ook gewoon gewonnen. 100. Het moet je soms ook een klein beetje mee zitten in dit soort toernooien. Vraag toch maar aan Ted Henke of Anthony O'Shea. 136. Gaat 170 over. Dat zou een mooie troostprijs zijn voor de Belg. Als hij die mogen uitgooien. Vorig jaar deed Mervyn King dat. En we kunnen ons ongetwijfeld ook nog 170 van Ted Henke. Eric, wordt die bepaald een troostprijs, die 170? Voor Erik Clarijs. Nog geen één keer boven de 100 gefinished. En gooit er dan nu een 170 tegenaan. Eén iemand zal daar zeer ongelukkig mee zijn. Dat is Daryl Fitton, die tot op dit moment de hoogste finish had met 164. Nu dan de 170 van Erik Clarijs. Ja, dat is de tweede keer dat hij hem gooit deze wedstrijd. Want daar gooide meer er al een keer om op de dubbel top te zetten. Had al een keer geoefend dus. 69. Maar het lijkt Van Barneveld weinig uit te maken. Het begint gewoon weer met 2x140. Zo constant in de scores. 140. De hoogste uitgooi levert overigens £2000 op. En
voorlopig is Clarijs dus de enige geweest die die 170 heeft. Dus hoeft hem nog niet te delen. Raymond, you require 167. En toch merk je dat er in de zaal meer Belgen aanwezig zijn, Belgische supporters, dan in de vorige wedstrijden die Clarijs speelde. Dubbel 4 inmiddels voor Van Barneveld. Yes, en daarmee komt hij op 2-1 voor. En hij heeft dus nog maar één leg nodig in deze set om de wedstrijd te winnen. 60. Dus of deze, die dan moet afsnoepen van Erik Clarijs. Of misschien mag hij daarna nog een keer zelf aan de bak. 140. Kijk eens naar het gemiddelde. 101,58. Bijna 34 per dart. Ja, dat is zelden gezien. Vorig jaar de kwartfinale tussen Mervyn King en Raymond van Barneveld. Die kenden voor beide heren zo'n gemiddelde als dit. Misschien krijgt Raymond de kans om zich te wreken in de volgende ronde. Blijft dus stijgen in de gemiddelde. Eerste ronde 31,93. Tweede ronde 32,67. Nu bijna 34. Met de laatste dat voor de bol om 156 in plaats van 161 over te laten. Zou mooi zijn ter besluit. Raymond van Barneveld twee keer triple 20 voor dubbel 18. Dat wordt het niet. Maar de druk zal er zijn dadelijk bij Clarijs. 95 over. De bol misschien of triple 19. Maar hij heeft zo zijn eigen manieren. 78. Dubbel 12. 55. Nee, zat er niet in die triple 18. En dus Van Barneveld, dubbel 18. Moet het dan via de dubbel 9 doen? Moet dat niet. Dat was de pijl op de wedstrijd. Clarijs, tops. In de voorgaande wedstrijd alles gedaan om die maar niet te hoeven gooien. Maar vandaag weet hij er wel raad mee en brengt de stand op 2-2. En Van Barneveld mag nu zelf beginnen. 59. Toch twee pijlen voor de wedstrijd gekregen. Snel vergeten zou ik zeggen en gewoon weer doorgaan. We zijn met 59, maar Clarijs maakt er niet optimaal gebruik van. 59. Is beter. 140. De regisseur van de BBC zag erg op tegen deze wedstrijd met Clarijs. Het is meegevallen. Hij is redelijk conventioneel gaan finishen deze wedstrijd. Hij heeft heel wat 140ers gescoord al. 130. Nog een beetje druk. 113 voor Van Barneveld voor de wedstrijd. Triple 19 en dubbel 18 moet het worden. Zit er niet in. Dus krijgt Clarijs nog drie pijlen voor 97. Terwijl Van Barneveld op dubbel 16 staat. Triple 19. Tops. Twee pijlen. Ja, daar had hij dan bijna deze set gepakt. Voor de wedstrijd dan Raymond van Barneveld, dubbel 16. Dit was zijn derde pijl voor de wedstrijd. En met zijn vierde pakt hij hem. Raymond van Barneveld mag zich halve finalist noemen
van Embassy 2003. Omdat hij met 5-1 van Erik Klarijs weet te winnen. En misschien ziet het er op papier best uit als een afdrooppartij 5-1. Maar dat was het zeker en vast niet. Van Barneveld moest wel zijn uiterste geven om Klarijs te bedwingen. En hij staat weer in de halve finale, Raymond van Barneveld. En hem wacht dus de winnaar van de partij later tussen Colin Monk en Mervyn King. In the parade that we've had some brilliant darts this week, each and every game. And ladies and gentlemen, let's be honest, we've just seen another Embassy classic. We're going to lose once again a player, and we've lost so many players to this tournament this week that have averaged over 30 per single dart. Such has been the standard this year. Ladies and gentlemen, he's been a credit to his country. He brought them their first ever big world title some years ago. Ladies and gentlemen, the man from Antwerp, Erik Klarijs. Erik Klarijs, die van Tony Eccles won, die van Robert Wagner won. Die zeer goed speelde tegen Raymond van Barneveld. Kwartfinalist was dus op Embassy 2003. Maar de weg naar de halve finale versperd zag door Van Barneveld. Everybody wants to play in the Embassy once. Everybody wants to win it once. Some people want to win it twice. And then there's the third time. This gentleman is two games away from that. Ladies and gentlemen, especially you people from the Netherlands, pay homage. Raymond van Barneveld. Van Barneveld, klopt, Klarijs, had the eye of the tiger. Wint met 5-1 en is dus halve finalist van Embassy 2003. Ja, er zijn dus mensen die het één keer...